Het woord is aan de heer Van Houweling. Hij spreekt namens Forum voor Democratie. Dank u, voorzitter. De pers, de media, het wordt wel de vierde macht genoemd. En van oudsher wordt deze beroepsgroep op handen gedragen. Terecht. Zonder per se veel geld te verdienen, zonder in veel gevallen status en beroemdheid te verwerven, vervullen deze boekstavers, bevragers en onderzoekers een essentiële rol in de vrije samenleving. Het controleren van de macht. De staat, het grootkapitaal, de invloedrijke lobby's in de schaduw, die moeten in de smiezen worden gehouden. Anders nemen ze de rest van ons te glazen. Want macht corrumpeert en de mens is geneigd tot alle kwaad. Maar controleert de media de macht nog wel? Of is de media inmiddels een verlengstuk van de macht geworden? Daar lijkt het op. Toen de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in april en mei 2023 gezamenlijk liefst 3 rapporten over het toenemend wantrouwen richting elites publiceerden, en gisteren is er weer zo'n rapport verschenen trouwens, stelde de mainstream media niet één kritische vraag. Het twijfelen aan de intenties van de macht zou leiden tot ondermijning, aldus de diensten. Hoezo? Wat bedoelen AIVD en SCTV precies met twijfel en met ondermijning? Kon iemand deze begrippen wellicht wat preciezer definiëren? Zou twijfel aan de intenties van beslissers niet soms gerechtvaardigd zijn? Of op zijn minst gezond? Want hebben we in de hele geschiedenis die talloze voorbeelden gezien van informatie werd achtergehouden, hartjeklap tussen belangengroepen, kartelvorming of erger? Geen journalist die ernaar vroeg. Zelfs pertinent absurde beweringen, bijvoorbeeld dat Rusland zijn eigen pijpleiding Nord Stream zou hebben opgeblazen, terwijl Amerika was die het motief en de middelen ervoor had en meermaals had aangekondigd dit te zullen gaan doen, worden door de media met droge ogen als waarheid gepresenteerd, zolang het door de machthebbers gewenste narratief, in dit geval Rusland slecht, Amerika goed, ermee gediend is. De voorbeelden zijn eindeloos. De oorlog in Syrië, de visie van Trump op de gebeurtenissen van 6 januari 2021, de wekelijkse berichten over warmterecords, terwijl er met geen woord wordt gerept over koude records, die er wel degelijk ook zijn. Het idee dat de staat niet te machtig moet worden, de dubieuze rol die de NAVO vooral sinds 1990 speelt op het wereldtoneel, censuur op de sociale media. Noem het maar op. Geen enkel onderwerp wordt van twee kanten belicht. De selectie van de mainstream media is eenduidig, monotoon en ideologisch gedreven. En wellicht heeft dat ook wat mee te maken dat bijna alle kranten in handen zijn van 2 Belgische mediabedrijven, DPG en Mediahuis. Naast verzwijgen en selectieve eenzijdige aandacht hebben de media ook nog een tweede strategie die typerend is voor hun partijdige werkwijze. Het buiten de normatieve orde plaatsen van ongewenste opvattingen die de opiniehegemonie van de macht bedreigen. Een gevarieerd palet aan denkbeelden is inmiddels door de media buiten de orde verklaard door toewijzing van inhoudsloze, beschuldigende labels als onfatsoenlijk, belegend, haatzaaiend, fascistisch, narcistisch, nationalistisch, racistisch, rechtsextreem, islamofoob, homofoob, seksistisch, enzovoort, enzovoort. De laatste lood aan deze stam is trouwens de kwalificatie ondermijnend. Het zijn woorden die wel beschouwd helemaal niets betekenen. Het zijn scheldwoorden, meer niet. Kritische, vrije geesten worden eveneens stelselmatig weggezet als wappie, gevaarlijk, verspreiders van desinformatie, Poetin-vrienden, complotdenkers, bedreigers, klimaatontkenners, radicalen en extremisten. Opnieuw holle labels zonder werkelijke betekenis. Waar komt deze eenzijdigheid, deze partijdigheid vandaan, voorzitter? Onze journalisten zijn volledig verweven met en afhankelijk van de politiek. Allereerst financieel. De NPO ontvangt bijna 1 miljard euro staatssubsidie per jaar. Niet alleen publieke omroepen, maar ook kranten krijgen soms geld van de staat. De Volkskrant kreeg bijvoorbeeld onlangs nog 15.000 euro, een dwangsom van de staat, zodat VWS geen interne communicatie vrij te geven. Ook voor informatie in de zoveel begeerde primeurtjes zijn journalisten afhankelijk van politici. Waarbij politici voor positieve berichtgeving natuurlijk weer afhankelijk zijn van de journalistiek. Deze wederzijdse afhankelijkheid heeft ertoe geleid dat er een carousel is ontstaan. Waarbij journalisten politicus worden. Ja, bijvoorbeeld nieuwslezeres Pia Dijkstra werd minister. Ton Elians Kamerlid. Oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes werd burgemeester van Hilversum. En politici andersom voor de media gingen werk. Tjibbe Joustra, schrijver van het VVD-verkiezingsprogramma, werd voorzitter van de NPO-raad. Ed Nijpels, oud-leider van de VVD, werd de baas bij AFRO-TOS. Erik van den Burg, oud-wethouder van de VVD en nu staatssecretaris, was voorzitter van de NTR. Oud-VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn is voorzitter van WNL. Martijn van Dam als PvdA-staatssecretaris verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies aan de NPO werd lid van de Raad van Bestuur van de NPO en voormalig PvdA-partijvoorzitter en fractievoorzitter in de Eerste Kamer van Ruud Kolen zit in de Raad van Toezicht van de VARA, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De macht en media zijn volledig met elkaar verweven geraakt. De macht steunt de media en de media steunt de macht. Onder andere dus door andersdenkende en vrije geesten die wel kritisch zijn, en ze zijn er, te negeren en te demoniseren. Macht en media zijn gelijkgeschakeld. En dat, voorzitter, is in een democratie een ontzettend groot probleem, omdat de media de macht hoort te controleren en niet andersom. Dank u wel.